Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Chassis Parts, Build, Race and Win, Peters Autosport, Ton van Leeuwen Snijwerken en Kamphuis Sloopwerk en Asbestsanering. Dit is het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Welkom vanuit Rosmalen voor ronde nummer 2 van het kampioenschap. We zijn voor het eerst sinds 1996 weer in Rosmalen. Met de beste coureurs uit Nederland, maar ook België en Duitsland. De 7 verschillende sprinter- en productiewagenklassen komen aan de start op deze zeer uitdagende 685 meter lange baan. Vanaf bovenaf gezien in een U-vorm. Het ziet er niet heel bijzonder uit van bovenaf gezien, maar geen enkele meter van deze kleigrond was hetzelfde. En één verkeerde stuurbeweging betekende voor deze personen dan ook meteen het einde van de dag. We zijn klaar voor ronde nummer 2 van het kampioenschap. We beginnen met de tourwagens. En voor regerend kampioen Erwin Bredeland is het seizoen 2016 absoluut slecht begonnen. In Albergen tijdens ronde nummer 1 was er de crash. Een pijnlijke blessure aan de hand en veel schade aan de auto. En dat zorgt ervoor dat Bredeland ook niet aan de start staat van deze tweede ronde in Rosmalen. Dit is Erik van der Valk, winnaar van de eerste wedstrijd van het seizoen. Hij gaat in de eerste van 3 kwalificatierondes hier in Rosmalen hard over de kop door een lekke band. En de wagen lijkt zwaar beschadigd. Hulde voor het team. Ze gaan meteen aan de slag en tijdens de tweede kwalificatieronde, ook wel de tweede manche genoemd, gaat hij echt super snel en wordt zelfs nog tweede. En dat met een ogenschijnlijk gehavende auto. Maar in de derde manche slaat opnieuw het noodlot toe en er breekt een wiel af. Straks zien we de mannen in actie die wel de finale haalden van de tourwagens. Maar eerst het verhaal van deze man. Dit is Adriaan Boele. De man voor wie zijn hele autocrossleven voorbij leek te zijn. Het gaat namelijk fout op 16 augustus 2014 in de training van het Europees kampioenschap autocross in Tsjechië. Bij de jump crasht hij, breekt zijn rug en loopt een incomplete dwarslesie op. En vanaf dat moment moest hij een keuze maken tussen voor altijd stoppen of toch doorgaan. Dan kan je niet terugdraaien. Dus het heeft geen zin om terug uit te kijken. Je moet gewoon vooruit. En dat doen we. Adriaan wil racen. Doel, Europees kampioenschap 2016. Eerst hier in Rosmalen aan de start met een speciaal aangepaste Skoda tourwagen. Nou ja, alles wat een ander gewoon met voeten en handen doet, dat moet ik alleen met mijn handen doen. En we hebben geprobeerd zo goed mogelijk een oplossing daarin te vinden. Ja, en dat gaan we steeds verder fine-tunen. Je loopt nog tegen dingetjes aan en dat komt in de toekomst wel goed. En ja, je bent nu gewoon heel erg druk en dat zal geen voordeel zijn. We komen nu ook nog niet om te winnen, maar ja, meedoen, uitrijden en meters maken. Dan ervaring op kunnen doen. En dan TZT in de toekomst proberen competitief te zijn. Ja, en Adriaan Boele is al competitief in Rosmalen. Hij heeft zich geplaatst voor de finale. Het begint weliswaar vanaf de laatste startrij. Hier in beeld met startnummer 626, maar zit erbij. Dit zijn de snelste mannen aan het einde van de dag. Robert Beelen, het snelste tijdens de 3 manches die we eerder hebben gereden op de dag in Rosmalen. De lichten gaan uit. We zijn onderweg. Goede start vanuit het midden. André de Bruin neemt meteen de kopstart, gevolgd door Robert Beelen in het blauw-geel. Wie er ook goed bij zit is Ton van Leeuwen. Eerste bocht van de wedstrijd. Daar zit links in beeld van Leeuwen. Hij neemt de leiding. Gevolgd door de Bruin en Robert Beelen. Die rijdt met een nieuwe motor naar Terwolde van het team van Messink. De Bruin met een hele snelle Audi-motor onderweg. En daar is Peter Bredeland voorlopig in het blauw-geel in de achtervolging. Met achter hem aan Robin Bouwman in het blauw-wit. Bredeland kan voorlopig het tempo niet volgen. Zit op positie nummer 4. En Van Leeuwen, wordt dit dan zijn dag in Rosmalen? Heeft tijdens de laatste manche gekozen voor andere banden? En misschien is die tactische keuze nu wel heel super aan het uitpakken voor de finale. Want Van Leeuwen heeft zijn voorsprong. Terwijl de Bruin hier 1 positie weggeeft. Valt terug naar positie nummer 3. En daar komt Peter Bredeland aan. En geeft Bredeland geen ruimte, want die gaat hij benutten. De Bruin, blijft hij op het podium of niet? De rest lijkt gezien. Adriaan Boele rijdt op dat moment buiten beeld op positie nummer 8. Rijdt een keurige finale. De Bruin wil dan te veel. Gaat hier de fout in. En dan is het Peter Bredeland die uiteindelijk doorschuift naar positie nummer 3 in de wedstrijd.
Is er dan nog iemand die een antwoord heeft op Tom van Leeuwen? Het lijkt er niet op. Van Leeuwen domineert hier de finale met een voorsprong van meer dan 6 seconden op de concurrentie. Debutant Werner van Rossum eindigt op een geweldige 6e plaats. Maar de winst is voor Tom van Leeuwen, voor Robert Beelen en Peter Bredeland. Wij praten met Tom van Leeuwen. Eindelijk weer eens winnaar van de wedstrijd van de Tourwagens. Tweede maand gingen we nog kapot. Achteras gebroken. En derde maand dachten we zetten lichtere banden erop. Dat de andere lijnen niet zo zwaar hebben. Maar het klopt eigenlijk precies. Derde maand ging in één keer weer als een speer. Dus dat hebben we zo gehouden in de finale. En in de finale ging eigenlijk ook weer als een speer. Dus alles klopte. Het was lekker. Van de Tourwagens gaan we naar de Kevers. Ons valt meteen op dat een aantal toprijders die dit jaar voor de titel willen gaan in de Keverklasse in Rosmalen er niet aan te pas komen. Wat te denken van oud-kampioen hier in beeld Jean-Paul Klaster. Zou de finale vanaf de tweede rij moeten starten, maar het is al game over. Kapotte versnellingsbak. Ivo Galekop heeft dan de eer om bovenaan te staan na de 3 manches. Was nergens het snelste, maar heeft wel de beste resultaten algemeen. Hij kiest een startplek. Dat doet hij aan de binnenkant. Naast hem Ilko Kruis en Rick Pasman. Daar gaan we voor de finale van een altijd spectaculaire Keverklasse. Goeie start van Arjan Stokkink in het groen, tweede auto van links. Aan de binnenkant zit onder andere Ivo Galekop, naast hem Ilko Kruis en Jasper Pauw. Daar gaan we de eerste bocht in. Daar is Arjan Stokkink. Het is lang geleden hoor, 2 jaar geleden, dat hij nog eens een zege behaalde in de Keverklasse. Is dat net zoals bij de Tourwagens Tom van Leeuwen dan weer een verrassing? Daar komt hij aan. Goeie start trouwens ook van John Verberg. Helemaal achteraan begonnen. Ligt nu op positie nummer 4. Daar rijdt hij nu rechts het beeld uit. En hier de oud-kampioen Peter Timmermans lijkt daar stil te vallen met de groene auto. Maar krijgt een tikje van Jasper Pauw. Timmermans mag weer beginnen aan een nieuwe aanval. Op die geweldige baan in Rosmalen. Waar de winnaar van de eerste wedstrijd in Albergen, Marco Rabe, tot nu toe onzichtbaar is. Hij moet hopen dat hij bij de eerste 5-6 kan komen. Dan scoort hij nog punten voor het kampioenschap. Stokkink heeft een gaatje. Dit is het duel om de 4e en 5e plaats in het groen. Peter Timmermans, naast hem John Verberg. 2 oud-gedienden die ons laten zien hoe je een gevecht hier kan beslissen. Timmermans kiest de binnenlijn. Verberg probeert de ruimte te zoeken. De ruimte die er nog niet is. Dit tweetal komt nu dichterbij Ivo Galekop en Ilko Kruis. Dat zijn de 2 mannen die strijden om positie nummer 2 en 3 in de wedstrijd. Daar zijn ze. Kruis in het rood, Galekop in het wit. Aan de linkerkant, Timmermans helemaal weer wijd. Verberg nu aan de binnenkant. Het is in de slotfase van de wedstrijd dat dit het duel is om de podiumpositie. Galekop in het wit, stuift nu door naar positie nummer 2. Timmermans lijkt een plekje te verliezen ten opzichte van John Verberg. Verberg nu 4e. Timmermans in het groen buitenbeeld heeft de aansluiting niet meer. Het gaat nu nog om positie 2 en 3. Want Stokkink won voor het laatst op 12 juli 2014 in Kerkdriel. En pakt hier de winst in Rosmalen. Galekop 2e, Kruis 3e, Verberg 4e en Timmermans 5e. Wij praten met een dolblije Arjan Stokkink. De oude motoren weer achtergezet. We zijn wel weer bezig met nieuwe motoren. Maar ja, het verschil zit toch wel in de spruitstukken bij onze klasse. Maar ja. Toch wel weer op een oude weer teruggegaan en dat was toch wel weer het goede concept. Een oud kampioen laat weer van zich spreken, maar in dit Nederlands kampioenschap autocross is er ook ieder jaar instroom van jong talent dat zich graag wil bewijzen. En dat zie je vooral in deze juniorklasse, waar deelnemers tussen de 13 en 19 jaar vanuit het clubrace de opstap maken naar de nationale competitie. Een van de jonge talenten is deze man, Lucas Konings uit Limburg, vooral gewend aan het zand in zijn regio. Wat verwacht hij van deze lastige kleibaan? Ja, we proberen met kleine banden te beginnen en dan snel de bocht uit te komen. Dus we hopen dat dat werkt en we gaan het gewoon proberen. Ja, Lucas Konings probeerde het en dat brengt hem in de finale. Start vanaf de 8e rij. Best in de manches is Luc van Weijlen. Helemaal aan de binnenkant in blauw-wit. Naast hem staat Romy Pijnenburg. 3e in de manches en ook Mike Bruins is erbij hier in beeld met start nummer 507. Helemaal aan de buitenkant gestart. Wat een superstart van Romy Pijnenburg. En daarmee verschalkt ze al haar concurrenten tot nu toe. Dan gaan we met het hele veld richting de eerste bocht. Pijnenburg, hoe lang kan ze de leiding vasthouden? Daar komen ze aan, de mannen. 3, 4 naast elkaar. Pijnenburg ligt dan nog aan de leiding, maar de vraag is voor hoe lang? Antwoord is niet voor lang, want de leiding is overgenomen door Luc van Weijlen. Die probleem had tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen. Oeh, links in beeld. Pijnenburg krijgt daar een tikje van Patrick de Hoop. En valt dan terug. Van Weijlen pakt zijn voorsprong.
Pijnenburg in competitie, onder andere met Mark Bruins. Verliest hij weer een positie, dan maken we een klein sprongetje. Pijnenburg dan in duel om de vijfde en zesde plaats met Danny van den Berg in het rood. Bang, daar is weer een aanraking. Het is niet de dag van Romy Pijnenburg. Oh, het is ook niet de dag van deze man, Lucas Konings. Game over voor de man die we vlak voor de finale nog spraken. Wat gebeurt er vooraan? Luc van Weijlen heeft een voorsprong. Maar in de slotfase wordt er geknokt door Isha van der Vossenberg en Mike Bruins. Om positie nummer 2 en 3 in de wedstrijd. Dat gaat er hard aan toe. En daar is het klaar voor Mike Bruins. Wat een klap. Code rood. Maar omdat we helemaal in de slotfase van de wedstrijd zitten, krijgen we geen herstart. En dus Luc van Weijlen wint voor Isha van der Vossenberg en Benjamin Zuidam. Mike Bruins ongedeerd, maar uit de wedstrijd. Hij laat een mogelijke podiumpositie liggen. Wij praten met de winnaar Luc van Weijlen. Na de pech, na de eerste wedstrijd van het seizoen, is er nu de sportieve revanche. Hij is in de race voor de titel. De eerste paar rondes ben ik wel echt gewoon flink doorgerijden. En toen, ja, ik hoorde niks achter me, ik kon ook niks zien. Dus ik denk een beetje rustig aangerijden, maar toch wel nog tempo erin houden voor het geval dat er wel iemand achter me zit. Van de junioren gaan we naar de sprint 1600. Patrick Boezenkool met nummer 303 wint 2 van de 3 kwalificatierondes en zal als eerste starten in de finale. Marcel Schoo pakte de tweede plaats, derde werd André Bouwmeester. Maar waar is de winnaar van de eerste wedstrijd in Albergen, Rens van der Haas? De regerend kampioen, dit hebben we vaker gezien vandaag, heeft zijn dag niet. Haalde niet direct de finale en moest zich plaatsen via de kleine finale waar alleen de eerste 3 doorgaan. Prachtige inhoudrace van Rens van der Haas. Hij plaatst zich uiteindelijk, net zoals André de Vries en Sjaak Spies. Vraag is of die 3 mannen van de kleine finale zich kunnen bewijzen in de grote finale van de Sprint 1600. De mannen staan klaar in Rosmalen. Einde van een super autocrossdag. Maar wie wint de Sprint 1600 met de grote mannen vooraan? Let goed op! Oh, valse start daar voor André Bouwmeester. Toedeloe, die mag zijn wedstrijd nog gaan uitrijden, maar zal worden teruggezet. Bouwmeester opent wel bijzonder snel. Rest van het veld met 2 man nu de eerste bocht in. Wie zitten erbij? Rob van Mierlo, 5e in de manches, werkt zich naar voren. Verrassend. Ja, wie kan van Mierlo verslaan? Links in beeld Marcel Schoo, voorlopig 2e. Op de 3e plaats Patrick Boezenkool, het snelste in de 3 manches. IJsman Dijkstra ligt op positie nummer 4. Bouwmeester ligt 5e. Maar die gaat nog uit de uitslag weggehaald worden. En daar hebben we Rens van der Haas. Ja, die is wel bezig met een inhaalrace. Maar moet van ver komen via die kleine finale. En ligt voorlopig op positie nummer 8. Van Mierlo is niet te kloppen, maar kijk eens wat erachter gebeurt. Het verschil is klein. Ze liggen op 9 seconden achterstand van Mierlo, maar het verschil tussen Schoo en Boezekol is maar 2/10. Sinds de vorige wedstrijd in Albergen, ja, ging eigenlijk allemaal niet zo vlekkeloos. Ja, vandaag viel alles op zijn plaats. Het ging allemaal goed en de vorige ronde ging ook redelijk. De tweede, derde en vierde plaats. De vijfde in de finale starten. Gelukkig geen plaats hoefde uit te kiezen. Daar kan ik ook geen fouten maken dan. En de start ging super en bleef super gaan, dus we hebben 900 gas gegeven, dus het ging goed. Tot nu toe echt 4 verrassende winnaars in Rosmalen. Dat belooft wat voor straks als we terug zijn met de superklasse Sprint 2000 en Divisie V. Tot zo bij het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross vanuit Rosmalen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Chassis Parts, Build Race and Win, Van Dijk Inpijn, IJzersterk in metaalbewerking, Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen en Postma Autosport.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Chassis Parts, Build Race and Win, Peters Autosport, Arctic Cat Benelux en 123inc.nl. Welkom terug bij het Euro VK Nederlands Kampioenschap Autocross ronde nummer 2, de kleibaan in Rosmalen. Wij gaan snel verder met de superklasse. De snelste klasse van het Nederlands Kampioenschap, waar dit jaar Bart-Jan Blauw opnieuw een gooi gaat doen naar de titel. Tijdens de eerste wedstrijd in Albergen werd hij 4e. Is op zich een goed begin. Maar als we kijken naar zijn debuutjaar, is er vorig jaar best wel veel gebeurd. 2 wedstrijden, een bijzondere crash voor deze man, Bart-Jan Blauw.
Pieter Zijl deed ik het zelf. Toen kwam ik met achterwielen in een gat en die verraste me. Die kon ik nooit weer tegensturen. En in Holterhoek, toen brak er een wiel af van Jacob Kuil. En die viel stil en daar reed ik achterop. En we doen ons best dat we dat niet zo gauw weer krijgen, maar dat weet je nooit. Blauw doet het goed in Rosmalen, kwalificeert zich naar de Manches als zesde, start vanaf de tweede rij. Beste in de Manches is René van der Koelen, de nummer 3 van de eerste wedstrijd van het seizoen. Helemaal links in beeld, Peter Versluis had al een valse start in Manche nummer 3. Wat gaat hij doen hier in de finale? Gaat het hele veld zonder valse starts onderweg? Het antwoord is... ja, we zijn onderweg! En een superstart voor Lars Goossens. In het rood-wit, net zoals Dennis Kapers. Topsnelheid van het dikke V8 van Jeremy Knapp is goed. Zit aan de buitenkant en komt in het zwart naar voren. Vooraan is het Lars Goossens. De nummer 2 van de eerste wedstrijd van het seizoen. Pakt meteen zijn voorsprong. Rechts is het Knapp. Daarnaast zit Dennis Kapers. Hier met start nummer 7. Wordt gevolgd door René van der Koelen. Die voorlopig op positie nummer 4 ligt. En dus niet het snelst is. Daar waar hij zo snel was tijdens de 3 matches. Goeie wedstrijd ook van Dennis Kapers, opgeklommen naar positie nummer 3. Dit is Peter Versluis in het rood-geel. Dit is een strijd om positie 5 en 6 in duel met Bart-Jan Blauw. Dit is wat er in de slotfase gebeurt. Links zit Peter Versluis en bang, daar is het touché. Ja, dan is het klaar voor Peter Versluis. Bart-Jan Blauw wordt keurig vijfde. Maar na de tweede plaats tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen is er nu de volle map voor Lars Goossens. Hij wint in Rosmalen. Ja, zand is voor onze auto niet de ideale ondergrond, de klei wel. Nou was dit niet echt een kleibaan, vond ik. De eerste manche hebben we nog wat problemen gehad met de aandrijfassen. Toen had ik niet heel veel hoop op deze dag. Maar de manches daarop, die reden we sterk. Met een paar valse starten van medecoureurs, toen zaten we er toch goed bij op de eerste rij. Met de start ook gelijk goed erbij. We gaan nu meenemen naar de finale in de divisie V. De klasse voor voorwiel aangedreven productiewagens met maximaal 2 liter motoren. Ah, maar dan moet die motor het wel doen. Dat ondervonden Mike Emans en Stefan Hopmans tijdens de eerste ronde in Albergen, waar ze niet konden starten. Gelukkig blijft hier in Rosmalen de motor heel. Mike Emans start hier in de finale vanaf de laatste rij. Beter doet zijn teamgenoot Ronnie van Langveld het met een identieke auto. Hij start met nummer 836 vanaf de eerste rij. Opmerkelijk, niet van de partij in de finale zijn Martijn Constable en Wilbert Jansen. De nummers 1 en 2 van de eerste wedstrijd van het seizoen. Zij haalden de finale niet. Wat een superstart van Mark Jager in het zwart. Komt naar voren en is voorlopig sneller dan de gevestigde namen. Helemaal aan de leeuw, daar achter in beeld gaat het fout met Mark Emans. Die is klaar. En vooraan is het de startnummer 811 in het geel Maurits Schuurmans. Die de leiding neemt in de wedstrijd. Oeh, maar daar is het al klaar voor Schuurmans. En dit kan niet anders dan dat de koers stilgelegd wordt. Schuurmans op een heel ongelukkig punt. Hier is het Mark Emans. En het kan niet anders dat we een herstart krijgen. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar eerst in de herhaling. Dit is het moment tussen Schuurmans, vol in competitie, met een agressief rijdende Sander de Haan. Die zijn kansen ruikt hier in Rosmalen. Een gevaarlijke outsider voor een topklassering. Gaat Mark Jager in het zwart, net zoals tijdens de eerste start van deze divisie V, voor een sensatie zorgen bij de start. Tweede auto van links, daar komt hij weer aan. Ah, die is weer snel weg. Kruipt hij weer naar voren. En is hij sneller dan Sander de Haan in het oranje? Dat is de vraag bij het insturen van de eerste bocht. Zit hij helemaal aan de buitenkant? Wie er ook goed bij zit is Schuurmans. Gewoon erbij bij de herstart, ondanks de schade. Ah, Jager valt ietsjes terug, verliest 2-3 posities en vooraan is het Sander de Haan. 4-5 man naast elkaar. Hier is het smal. Hier is het duwen en trekken. Rechts in beeld. Daar komt hij aan. Pascal Sangers. Goeie start. En is die nu sneller dan Maurits Schuurmans in het geel. In het middenveld wordt er geduwd en getrokken. Eén van de slachtoffers is Hendrik Hansma in het blauw-wit. Maar dan bezig met een inhaalrace. We maken dan een klein sprongetje. Maurits Schuurmans in het geel is weggevallen. En ook Pascal Sangers heeft problemen. Maar die strompelt nog ergens op de baan. Dit is het leidende drietal. Met vooraan Sander de Haan. Daarnaast van positie nummer 2 en 3. Arjan Kooistra en Ronnie van Langveld. Kooistra met 8-15 in het oranje. Probeert in de slotfase nog naar positie 2 te gaan. En dat lukt. Terwijl Pascal Sangers rechts in beeld heel langzaam voorbij stompelt. En daar gaat het fout in de slotfase voor Ibe Fellema. Dat gebeurt in de laatste ronde. Code rood. We krijgen geen herstart. En de winst gaat naar Sander de Haan.
Ja, echt heel, 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 heel leuke finale gehad. Wel heel veel gaten in de baan en heel veel problemen gehad met de versnelling. Want Schuurmans ging mij nog een keer weer voorbij. Toen bleef de auto vast in de eerste versnelling staan en kreeg hem niet in de twee. En nou, later heb ik hem wel weer in de twee gekregen. Maar Schuurmans viel helaas de technische problemen uit. Vond ik jammer, want ik was graag de strijd met hem aangegaan. Had ik leuker gevonden. Maar het is gewoon, ja, toen hij weer in de twee zat, heb ik hem ook in de twee laten staan. En er was gewoon soms de bocht uit wat 10 keer op de koppeling. Maar ik heb hem erin laten staan. En ik haal hem er nou ook niet meer uit. Dus. Tot slot van deze uitzending gaan we naar de sprint 2 liter. Edwin Tolkamp is viervoudig Nederlands kampioen in de sprint 1600 klasse en heeft dit jaar de overstap gemaakt naar de sprint 2 liters. De klasse voor de mannen met 2 liter motoren. Ondanks al zijn ervaring verwacht hij weinig van dit seizoen. Nou, dit is een conceptgebouw door Roel Brussen met een V8 2 liter. Dat zijn twee Yamaha RE motoren als het ware aan elkaar gekoppeld. Het is een heel leuk machientje. Alleen mijn eigen auto rijdt gewoon wat makkelijker als deze en ik moet er vreselijk aan wennen. En we zijn op de goede weg, alleen nu dacht ik ook van we zetten er de goede banden op, maar helemaal de verkeerde banden. En dan, daar is hij vrij gevoelig voor en dan doet hij het niet zo hard, ik het graag wil. Maar ik denk dat we daar eerst een jaar voor moeten leren en dan gaan we volgend jaar aanvallen, hoop ik. Ja, aanvallen moet Tolkamp ook in Rosmalen. Dit is zijn laatste kans via de kleine finale. De eerste 3 krijgen nog een ticket voor de grote finale. Maar daar zit Tolkamp niet bij. Techniek laat hem weer in de steek. Ook geen succes voor de winnaar van de eerste wedstrijd van het seizoen, Pieter Mennen. Hij start vanaf de laatste rij, maar maakt nog wel kans op punten voor het kampioenschap. Chris Wagenaar, snelste in de manches. Hij werd derde tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen. De Pink Panther van Moos Kroon helemaal hier in de baan. Oeh, daar is een valse start. Niet te geloven. Jacob Heeres, regerend kampioen. Had al pech tijdens de eerste wedstrijd in Albergen. Nu een valse start. Dat is 2x0 punten voor het kampioenschap. En dat is niet goed. Deze man is snel weg. Huub Jansen pakt meteen de leiding in deze grote finale. Patrick Luijs vanaf positie nummer 4. Meteen in competitie nu met Chris Wagenaar. Wagenaar gaat Kluis voorbij. Bizar snel op dit moment Moos Kroon. Kijk eens aan de binnenkant. Daar komt de aanval op Patrick Luijs. Hoppakee, is hij voorbij. Volgende target is hier in beeld Chris Wagenaar. Gaat hij dat nog redden in deze korte finale? Nog een paar rondjes te gaan. Vooraan heeft Huub Jansen een voorsprong. Wagenaar 2, Kroos 3. Wat gebeurt daarachter? Daar zit onder andere Jacob Heeres, maar die gaan we wegstrepen uit de uitslag. En let op wat hier gebeurt. Een duel tussen Mervin Klaas en Jan Hendricks. Daar kun je veel over zeggen. Klaassen staat klem, voorwiel wil niet meewerken. Dan kun je geen kant op en dan is het hier klaar, over en uit. We maken een klein sprongetje. Laatste ronde van de wedstrijd. Moos Kroon teruggevallen naar positie nummer 4. Vlak daarachter Patrick Kluis. Heel snel naar voren gekomen is Mark Jacobs. Die ligt derde. Tweede Chris Wagenaar. En eerste Huub Jansen. En het is Moos Kroon die net iets overhoudt. Uiteindelijk 2/10 op Patrick Kluis. Duel. Mooi duel om de 4e en 5e plaats. Maar de man van de dag is Huub Jansen. Hij verbreekt de dominantie van Jacob Heeres en Chris Wagenaar. Ja, Wagenaar en Heeres zijn altijd... die kun je nooit niet uitvlakken. Dus nou is gelukt vandaag, dus. Tot zover ronde nummer 2 van het Nederlands kampioenschap autocross vanuit Rosmalen. De derde ronde in Lochem is inmiddels verreden. Volgende week een uitgebreid verslag hier op RTL 7. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Arctic Cat Benelux, Hogetex.com, meet- en machinegereedschappen, Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering en Van Dijk in Pijn. IJzersterk in metaalbewerking.